dat 90% van de groep in de belangstelling stond van buitenlandse clubs. En we hebben dat tijdig en ruim van tevoren alles goed afgekaart. Het mooie is dat heel veel spelers ook inzien dat wat we gepresteerd hebben, dat ze dat graag ook in het nieuwe seizoen, dat ze weer Champions League willen spelen. En dat kan met Ajax. En waarin ze zelf ook heel belangrijk zijn. Bij een andere club moet je ook altijd maar afwachten of je daar ook onbetwiste basisspeler bent. De kunst is om na zo'n succesvol jaar een leegloop te voorkomen. En dat is de Ajax-directie gelukt. Een knappe prestatie, want aan vrijwel elke basisspeler van afgelopen seizoen werd vanuit het buitenland hard getrokken. Nou, absoluut. Ik denk dat 90% van de groep in de belangstelling stond van buitenlandse clubs. En we hebben dat tijdig en ruim van tevoren alles goed afgekaart. Dus, en dat is natuurlijk ook een compliment voor de club. Want je doet het ook niet alleen. Hè. Het is de directie in de FC. Je moet bepaalde standpunten gaan innemen. Hè. En natuurlijk komt het huishoudboekje daar bekijken. Hè, wat drastisch veranderd wordt. Alleen dat doen we allemaal heel bewust. En hopelijk ook met de juiste keuzes. En dat spelers blijven en eigenlijk de spelers die weggegaan zijn, is dan heel erg beperkt. Want Frenkie en Matthijs waren in een vroeg stadium eigenlijk al afgerond. Zit er ook een risico aan dat er zoveel spelers een opwaardering van hun contract krijgen? Of is dat allemaal goed te doen? Nee, in principe hebben we natuurlijk wel wat redelijk opgebouwd. Hè? Dus we kunnen wel tegen een stootje. Dat is al belangrijk, hè? Dus de risico's zijn op zich beperkt. Neem niet weg natuurlijk dat het heel belangrijk is dat we Champions League halen. En daar zit natuurlijk ook het grotere geld in te verdienen. Zodat je ook de spelers daarin goed kunt belonen. Want als we Champions League spelen, heeft elke speler daar profijt van. Een van die spelers is Donny van der Beek. Die net als bijvoorbeeld Hakim Ziyech, David Neres en Dusan Tadic voor Ajax behouden blijft. De middenvelder werd de laatste weken gelinkt aan Real Madrid. Maar is gelukkig voor alle fans nog een seizoen in Amsterdam te bewonderen. Daar is Donny. Nou, Donny heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijke spelers van de selectie. En het tweede gedeelte van vorig jaar heeft hij fantastisch afgesloten. Dus daar hebben we ook de afspraken mee gemaakt. En ook bepaalde datums ingezet dat we duidelijkheid willen. Nou, we zijn blij dat Donny dit jaar ook voor Ajax speelt. Toch was het natuurlijk nog lang onduidelijk en werd er lang gesproken. Real Madrid. Is hij topprioriteit geweest om te houden? Zeker nadat je dus Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt al verloor. Dat deze speler moet bij Ajax blijven? Nou, dat hoopten we natuurlijk wel. Maar Donny speelt natuurlijk ook al een aantal jaren in de Ajax 1. Hè? Eigenlijk degene die het langste speelde van die drie, van die twee. Hè? Die je net noemde. En ook hij wil graag een keer die stap maken natuurlijk. Dus dat betreft, je moet je altijd inleven, ook in de speler. En dat je gezamenlijk het traject bepaalt. Hè? Want daar geloven de spelers natuurlijk ook in. Hè? Dat je ook meedenkt met de speler. En dat proberen we natuurlijk ook te doen. We hebben natuurlijk ook altijd het belang van Ajax. Maar dat hij bleef, was eigenlijk het belangrijkste, ja. Je geeft aan dat je met spelers meedeelt om uiteindelijk die volgende stap te maken. Is dat een belangrijke tactiek? Tactiek, we proberen eerlijk te zijn. En we zeggen ook altijd, zorg eerst dat je een paar jaar in Ajax 1 speelt en dat je prijzen wint. Dat je dan de deur uit gaat, niet na 1 of 2 jaar. Nou, ik denk dat Donny daar een schoolvoorbeeld van is. En Casper Dolberg! Oh, wat jaagt die bal binnen! Van Casper Dolberg nam Ajax vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog wel afscheid. De Deense spits gaat zijn geluk beproeven bij Nice in Frankrijk. Dolberg laten gaan was niet makkelijk, maar voor de directie op dat moment wel de beste keuze. Nou ja, we hebben natuurlijk gesprekken gehad met Casper en gezegd, joh, je moet een goede voorbereiding draaien en de eerste spits zijn. En we hebben ook gezegd, ja, daar zul je ook de kans voor krijgen. Dan begint de voorbereiding en dan heb je de eerste wedstrijden. Ja, en dan is het misschien toch dat je denkt van, misschien is het beter om tot een andere conclusie te komen. En daarin ben ik er ook voor om de beslissingen te nemen.
Natuurlijk kun je zeggen, ja, dan moet je hem verhuren, kijken hoe het loopt. Ja, dat kan. Misschien hebben wij het volgend jaar heel slecht gedaan, hè? Dat we de verkeerde keuze hebben genomen. Dat kan. Alleen op dit moment vond ik zelf dat dit de beste keuze was. En dan moet je ook doorpakken en afscheid nemen. Is het een lastige keuze geweest? Ik kan me voorstellen, jullie hebben heel veel tijd natuurlijk voor hem genomen, kansen gegeven. Je hebt ook gezien in het eerste jaar onder Bos dat het er wel in zit. Nee, dit zijn hele moeilijke dingen. Je hoopt natuurlijk dat hij... En hij begon ook goed. Hij scoorde tegen PSV. Dus ja, je hoopt dat hij gas geeft. Maar op een andere manier was die overtuiging er niet bij ons. En dan zeg ik, dan moet je gewoon verder. En dat is voor hem ook, want dat wil hij het liefst zelf ook. Dus het is zeker jammer. Je ziet dat het talent er komen en dan blijven aan de top is moeilijker. Maar nogmaals, hè, wie weet heb ik het volgend jaar heel slecht gezien en een slechte keuze gemaakt. Misschien geldt het ook wel voor de beslissing om die andere Deen te laten gaan. Na 7 jaar en 286 officiële duels voor Ajax vertrok Lasse Schöne deze zomer naar de Italiaanse Serie A, waar hij inmiddels al zijn debuut heeft gemaakt voor Genoa. Nou ja, eigenlijk heb ik met Lasse zeg maar, een gesprekje gehad en dat hij eigenlijk zei van joh, ik heb eigenlijk nu voor het eerst in al die jaren dat ik zeg van joh, ik moet nu deze kans pakken. Lasse is een voorbeeld voor heel veel spelers, hoe hij elke keer zich weer in het elftal gespeeld heeft. En wat voor waarde die heeft gegeven aan Ajax, dat is fantastisch. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hij zelf ook aangaf van hey, ik zie dat dit jaar gewoon heel moeilijk wordt. Ik heb niet de drive die ik die andere jaren wel had van ik speel me in het elftal. Hij is dacht ik 33. Dan komt dit op zijn pad. Ja, en dan hoop je natuurlijk ook met de vervangers die je haalt van die moet het kunnen opvangen. En we hebben natuurlijk een aantal talenten in de jeugd rondlopen die ook langzamerhand op de deur moeten gaan kloppen. Hij sprak zelf dat het een tot ziens was en geen vaarwel. Is daar ook al over gesproken of er misschien op lange termijn? Daar is ook over gesproken en in welke functie dan ook denk ik dat hij altijd welkom is bij Ajax. Schöne mocht weg, terwijl niet veel later Joel Veldman van Ajax te horen kreeg dat ze hem mede door alle verschuivingen in de verdediging niet kunnen missen. Nou ja, je ziet dat we toch een beetje aan het schuiven zijn, hè? Vanuit achter, middenveld. En Joel kan natuurlijk in het centrum spelen, maar ook rechtsback. En wat doe je met Noes, hè? Wat ik bedoel, hè? Middenveld. Dus ja, dan kom je ook tot een punt van, joh, dat gaat nu niet. En dan is het misschien sneu voor hem. Hij is ook nog een stuk jonger natuurlijk als Schöne, dus we kunnen hem nog een paar jaar verlengen. Maar dat het te gevaarlijk was om hem te laten gaan. En ik snap dat het voor hem even balen was, omdat nu een club was die wel serieus wou doorpakken. Maar het risico was gewoon te groot om, als er wat zou gebeuren, dat hij ook nog eens weg was. En ik moet zeggen wel, hij knokt zich ook altijd terug. Positieve jongen, ook een jongen echt met een Ajax had. Dus we zullen natuurlijk in de toekomst kijken of hem, dat we hem natuurlijk altijd op een goede manier hopelijk weer aan een buitenlandse avontuur kunnen krijgen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel een keer zijn droom. Net zoals het voor veel andere spelers juist een droom is om voor Ajax te spelen. Ook deze zomer zagen we weer een paar nieuwe gezichten op de toekomst. Niet elke transfer is altijd een schot in de roos, al is dat volgens Overmars ook geen verrassing. Je ziet natuurlijk dat sommigen moeite hebben om zich aan te passen. Hè? Gewoon aan het voetbal in Nederland of Ajax in het algemeen. Ze komen ook vaak bij clubs vandaan. Moet ik zeggen, als je bij Ajax speelt, moet je altijd winnen. Je moet het spel maken. De tegenstander wil altijd van je winnen. Dat is natuurlijk een heel andere rol dan ze misschien bij een oude club hadden. Dus wat dat betreft is het altijd spannend van hey, hoe ontwikkelt hij zich. Hè? En dan de een heeft daarin gewoon meer tijd nodig dan de ander. Dus
Ja, sommigen zijn net iets later gekomen, Alvarez, hè? Dus die stapt dan halverwege een voorbereiding erin. Dat is weer lastig, ook voor de trainer, hè? Om die, ja, die moet hem ook langzaam brengen. Martinez laat dat zien, die maakt op heel veel mensen een geweldige indruk. Ik denk dat jij daar misschien ook wel zo over denkt. Nou ja, dat in zijn geval, ja, die stond er meteen. En geweldige. Was het misschien nog ergens? Nou, dat hoop je altijd, hè. Je hoopt dat ze allemaal de pannen van het dak spelen. Maar zo werkt het niet. Maar we wisten wel dat we weer een bepaalde karakter in huis haalden. Wat we eigenlijk hoopten. Hetzelfde zoals Nico. Dat je een paar van dat soort jongens hebt. Die daar in het elftal kunnen meenemen. Dus dat betreft denk ik dat de toekomst er goed uitziet voor hem. In de geruchtenmolen bij Ajax viel ook de naam van Steven Bergwijn regelmatig. De club zou interesse hebben gehad in de international van PSV, die uiteindelijk gewoon in Eindhoven bleef en daar zelfs zijn contract verlengde. Ik heb volgens mij ook wel eens gezegd dat Bergwijn een hele interessante speler is. Maar de volgorde is natuurlijk, als we voor een speler willen gaan, dan melden we ons, in dit geval PSV. Ja, dat hebben wij niet gedaan. En natuurlijk heeft dat te maken met het feit dat we het elftal in takt hebben gehouden. Dus dat de noodzaak er eigenlijk niet was deze zomer? Nou ja, en dan moet het ook nog maar lukken, hè? Want dat weet je natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als PSV een te hoog bedrag of nee had gezegd, ja, dan wordt het moeilijk. Maar tenminste, ikzelf, hè? Ik heb mezelf niet gemeld bij PSV. Dus dan is het voor nu over, ja. Nu de selectie rond is, kan het vizier op alles wat komen gaat. Met onder meer weer minstens 6 prachtige Champions League duels op het programma. Tegenstanders in de groepsfase zijn Chelsea, Valencia en Lille. Met de halve finale plaats van vorig jaar liggen de verwachtingen voor deze editie hoog. Misschien wel te hoog. Nou, aan de ene kant, we moeten misschien ook de boel een klein beetje temperen. Hè? Want een seizoen als vorig jaar, dat is onmogelijk om dat eens in de zoveel jaren te realiseren. Hè? Denk ik. Als je al die clubs zeg maar, eigenlijk uitschakelt. Dus ik zit toch wel een beetje bij, we moeten even weer een beetje de voetjes op de grond houden. Het is wel een must voor ons. Een doelstelling. Maar ook voor de spelers. Ik zeg altijd, de spelers willen op het hoogste presteren. En die willen de tune van de Champions League horen. Voor het begin van de wedstrijd. Dat is denk ik tekenend voor deze groep. Dat ze sportief gezien dat zo graag weer willen. En de kans met Ajax om dat te realiseren best aannemelijk groot is. Dus daarom verruilen ze Ajax ook niet zo snel misschien voor een top 3 of 4 club in een ander land. Dus dat betreft hebben we wel een inhaalslag gemaakt. Wat een prestatie levert Ajax in dit Europese seizoen. We hebben denk ik in de afgelopen 3 jaar in Europees gezien Ajax wel weer een beetje op de kaart gezet. Hè? Destijds Peter Bos. Finale Europa League, wat ongelooflijk prachtig is geweest. Hè? En dan eigenlijk 2 jaar daarna nog zo'n tour in de Champions League erachteraan. Dat vind ik een buitengewone prestatie voor iedereen, voor de hele club. En supporters zijn altijd veel eisend. En misschien juist daardoor ook wel dat het wat meer verwacht gaat worden. Dat ze zien dat het kan. Ja, dat kan. Maar niet iets wat elk jaar gerealiseerd gaat worden. Al is het seizoen pas net gestart en moet de Beker en Champions League campagne nog beginnen. Overmars kijkt vast vooruit naar alles wat hem en de club volgend jaar te wachten staat. Regeren is immers vooruitzien. Nou ja, ik heb een tijdje geleden ook gezegd, we moeten kijken weer na dit jaar. Hè? Dus volgend jaar. Hoe het elftal eruit ziet. Hè? Misschien zijn er ook wat spelers die zeggen dan nu wil ik nog een keer die buitenlandse avontuur aangaan. Dus ik denk dat het volgend jaar best heel spannend gaat worden. En dat we de boel weer goed op orde moeten hebben om daarop in te spelen.
Dus dat betreft, er is sowieso altijd wel wat gaande en verwachte en onverwachte dingen. Ik moet zeggen, wij zijn als organisatie wel flink aan het vooruitwerken. Verwacht je dan misschien uiteindelijk volgend jaar dan weer toch weer een lastigere zomer dan de afgelopen zomer? Met alle spelers die nu dus nog een jaartje gebleven zijn? Ja, dat denk ik wel, ja.